Dat boeken vaak worden verfilmd is een feit. Maar ook steeds meer series halen hun inspiratie uit boeken. Dit is Girls in Film on Top met onze 5 favoriete series gebaseerd op boeken. The Handmaid's Tale was de hit van 2017. De prijswinnende serie is gebaseerd op het boek van Margaret Atwood. In het Nederlands verkrijgbaar als Verhaal van de Dienstmeid. Het verhaal gaat over June. In een nabije toekomst zit ze gevangen als dienstmaagd bij een bevelhebber en zijn vrouw om hun kinderen te baren. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. Een intrigerend en verontrustende serie met een sterke hoofdrol van Elizabeth Moss. Hoewel House of Cards over het Witte Huis gaat, is de serie een stuk minder Amerikaans dan je zou denken. De Netflix-serie is gebaseerd op een Engelse BBC-serie. En die is weer gebaseerd op het boek van Michael Dobbs. Het 6e seizoen van de serie staat compleet in het teken van Claire Underwood, gespeeld door Robin Wright. We're just getting started. Een laatste hoofdstuk vol politieke intriges, spanning en sensatie. Orange is the New Black is gebaseerd op de memoires van Piper Kerman. Door witwassen en drugsmokkel belandt ze in een vrouwengevangenis. I carried a suitcase of drug money once, 10 years ago. Do you know about all this? She failed to mention the lesbian lover who ran an international drug smuggling ring. That's all good. You were a lesbian? At the time. Hoewel het boek alleen om Piper draait, is de populaire serie veel breder dan dat. Orange is the New Black is de best bekeken Netflix original serie en won talloze prijzen. Met name de ensemblecast vol vrouwen en diversiteit wordt door critici geprezen. Just getting started, bitch. Het eerste seizoen van Nieuwe Buren is gebaseerd op het boek van Saskia Noord. Inmiddels kent de serie al 3 seizoenen met een 4e opkomst. Met nieuwe originele verhaallijnen en personages. De serie draait om Eva en Peter. Ze verhuizen naar Almere en raken al gauw bevriend met hun nieuwe buren. Moeten we ons profiel niet eens opleuken? Nee. Hi, Steve. Van de bekken van hier tegenover. Hij is een beetje macho. Maar niets is wat het lijkt. In de serie spelen real-life koppels zoals Bragge van Doesburg en Daan Schuurmans. En binnenkort Anna Drijver en Benja Bruining. Het verhaal van Game of Thrones begon al in 1991 onder de naam Het Lied van IJs en Vuur. Inmiddels zijn we 5 boeken verder en staan er nog 2 op de planning. De populaire HBO-serie komt in 2019 met haar 8e en laatste seizoen. I was born to rule the Seven Kingdoms. And I will. The King of the North! De serie is daarmee nog verder dan de boeken. Het verhaal van Game of Thrones speelt zich af in een mythische wereld waar verschillende families strijden voor de troon. Dit was Girls in Film on Top met onze top 5 favoriete series gebaseerd op boeken. Voor meer kijktips ga je naar girlsinfilm.nl en abonneer je op ons YouTube-kanaal.